De boeren konden profiteren van de laatste droge dagen om het gras binnen te halen. Voor de vakantiegangers was het ook genieten met aangename temperaturen en droog weer. Maar er zit een weersverandering aan te komen. Die weersverandering die ligt nog niet in onze buurt, maar zit er wel aan te komen. Vandaag op veel plaatsen in Nederland veel ruimte voor de zon. Hetzelfde gold voor Frankrijk, een groot deel van de Britse eilanden. Wat minder weer zagen toch echt boven de Alpen een aantal onweersbuien. Hetzelfde geldt voor het midden van Italië. Ja, en ook boven Duitsland een aantal uitgestrekte wolkenvelden waaruit lokaal een spat regen viel. Op de Noordzee zien we wel een flinke plukbewolking liggen. Ja, en dat zal gevolgen hebben, met name voor het weer vannacht en morgen voor een groot deel van het land. Vanavond dus nog niet. Het is op veel plaatsen helder. In het noorden van het land komen wat stapelwolkjes voor. Hetzelfde geldt ook voor het diepe binnenland. Temperaturen blijven lang boven een graad of 20 liggen. Maar de wind, als die afneemt, dan begint het ook behoorlijk af te koelen. En daalt uiteindelijk halverwege de avond de temperatuur op veel plaatsen tot iets onder 20 graden. Vannacht neemt al vanuit het noorden de bewolking op veel plaatsen toe. En de bewolking komt morgenochtend uiteindelijk zo'n beetje tot de grote rivieren. Onder die bewolking zou ook wat nevel of mist kunnen ontstaan. Ja, en met name in het uiterste noorden van het land sluit ik niet uit dat een spat regen valt. Dat zou ook morgenochtend vroeg nog kunnen. Maar uiteindelijk zien we dat op steeds meer plaatsen in het wolkendek gaten vallen. En dat de bewolking zich ook weer een beetje terugtrekt naar het noorden van het land in de loop van de dag. De meeste zon morgen dus in het zuiden van het land. Daar ook de hoogste temperaturen, regionaal zomerswarm in het uiterste noorden van het land is het iets koeler, maar door de oostenwind wordt, blijft de temperatuur er ook boven 20 graden liggen. Nou, verder de komende dagen dan zien we echt weersverandering. Zaterdag een toenemende kans op regen- en onmisbuien vanuit het zuiden. Hoe, hoe laat de buien in het zuiden komen is nog eventjes de vraag, vandaar dat daar ook lagere temperaturen zijn ingetekend. Zondag wordt het wel op de meeste plaatsen zomers warm, zon, stapelwolken. En in de loop van de dag dus van die lokale pittige regen- en onmisbuien, misschien wel met veel regen in korte tijd. Na het weekend dan houdt het wisselvallige weer aan. Er staan wel allemaal regendrupjes, maar er zijn ook lange droge perioden. Met veel ruimte voor de zon. Temperaturen aangenaam ruim boven 20 graden op de meeste plaatsen. En als de zon echt goed zijn best doet, wordt het landinwaarts ook gewoon weer zomerswarm. Ik wens u verder nog een fijne dag.